Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 4 augustus. Vannacht trokken er wat wolkenvelden over en vanaf de Noordzee komen er nieuwe wolkenvelden onze kant op. En met name in het noorden van het land kan het daardoor wat bewolkt zijn in de loop van de ochtend. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanmiddag valt er misschien zelfs wel een spatje regen in het noorden, maar veel stelt het niet voor. In het zuiden weer de hoogste temperaturen, daar kan het zo'n 30 tot 32 graden worden. De wind waait uit het noordwesten en dat is ook vanavond nog het geval. Het is dan lang zacht met temperaturen tussen 21 en 28 graden. Morgen zijn de zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en het wordt net wat minder warm. De maximumtemperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen. En de dagen erna wordt het weer warmer. Maandag en dinsdag wordt het ruim 30 graden op de meeste plaatsen. Vooral maandag is er veel zon. De wind die waait in de middag vanaf zee. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger, neemt de kans op buien toe, en na woensdag zien we duidelijk wat lagere temperaturen. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne zaterdag.